Helemaal fit wil ik niet zeggen, maar ik ben bezig om helemaal fit te geraken. FC Den Bosch heeft jou nodig. Als ik naar de statistieken kijk van de laatste 4 wedstrijden, 1 doelpuntje maar. Ja, is niet best. Het moet sowieso omhoog, rendement. Dat weten we met z'n allen en daar werken we ook met z'n allen aan. En zijn we ook aan het plannen hoe we dat beter gaan doen in de komende wedstrijden natuurlijk. Ja, die goals zijn wel nodig denk ik, hè? Ja, tuurlijk. Als je kijkt naar de wedstrijden die komen gaan. Denk ik, Jong Ajax op vrijdag. Moeten we scoren. Moeten we winnen. Volgende week dinsdag om een ronde verder te komen. Moeten we natuurlijk scoren om te winnen. Dus ja, we moeten scoren. Het klinkt heel simpel. Enig idee waarom het zo moeizaam gaat de laatste weken. Bijvoorbeeld tegen Os win je met 4-2. En daarna een paar wedstrijden waar het al minder loopt. Ja, ik weet niet. Ik kan niet echt mijn vinger erop leggen. Maar ik denk gewoon dat we voorin gewoon scherper moeten zijn. Ik denk dat we niet scherp genoeg zijn op dit moment. Maar goed, we weten dat we het beter kunnen. Want daarvoor hebben we gewoon elke wedstrijd minimaal 2 goals gemaakt. Dus weet je, we kunnen het wel. Het is gewoon een kwestie van scherp worden weer. En dan heb ik alle vertrouwen in dat het weer goed komt. Terwijl toch, ja, hoe slecht jullie ook laten zeker presteren. Hè? Jullie staan qua play-off plek, ja, maar een paar punten achter zo'n positie. Dus heel fataal is het nog niet. Dat klopt. Heb je goed gezien. Het is nu gewoon, alles staat nog redelijk dicht bij elkaar. Play-off plekken. En weet je, we zijn er nog niet uit het oog verloren. We moeten gewoon zorgen dat we de komende wedstrijden gewoon de volle punten halen. En dan staan we gewoon weer goed in de ranking. Dus daar gaan we ook voor natuurlijk. Ja, dat blijft gewoon het doel voor jullie dit seizoen. Dat is en blijft de play-offs halen. Ja, zeker, zeker. Nou, als ik op internet heel veel mensen mopper over de prestaties van de laatste week. Kijk, krijg je natuurlijk al gauw, als het wat minder gaat. Kun je die fans beloven dat er morgen gewoon een 3-punter aankomt tegen Ajax? Ja, wat mij betreft wel. Zeker, ja. Weet je, dat moral zal je altijd hebben. Als het even wat minder gaat. Zo werkt het nou eenmaal. Ik loop al iets langer mee om te weten dat dit gebeurt. Maar goed, ik blijf gewoon vertrouwen in het team houden. Volgens mij alle andere spelers ook. Dus we gaan er gewoon volop morgen. Dus 3 punten blijven hier. En dan dus weer zei die bekerwedstrijd daarna. Dat kan natuurlijk jullie heel mooi zijn als je die wint. Kom maar de laatste 8 in de beker tegen een amateurclub. Dus ja, goed, dan zou ik als leek zeggen. Die moet dan wel even kunnen winnen die wedstrijd tegen Excelsior. Ja, klopt. Dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Maar ja, het blijft toch beker. Maar goed, we gaan gewoon vanuit van onze eigen kracht uit. En we moeten gewoon sowieso een ronde verder komen. Met alle respect voor de amateurclub. We moeten gewoon onze naam eer aan doen en de punten meenemen. Kan dus als jullie inderdaad nu wel gaan scoren nog een aardige week worden voor SV Den Bosch. Precies, heb je goed gezien. We hebben nog 3 wedstrijden voor de winterstop. We hebben het zelf in de hand om een lekkere winterstop in te gaan. En lekker te genieten van de vakantie natuurlijk.